Ter voorbereiding van een spinning-event van 21 maart aanstaande wordt hier bij Sport & Fitness Tina Hoogendijk hard getraind door een groep fanatieke meiden. Jan, wanneer is het allemaal begonnen? 8 jaar geleden inmiddels. 8 jaar geleden is zeg maar, de eerste spinning event is gehouden. En dat was eigenlijk onder het auspiciën van het overkoepelende orgaan waar Tina Hoogendijk ook bij hoort. Dat is een belangenvereniging, dat heet de VES. De Vereniging Exclusieve Sportscholen. En die exclusieve sportscholen hadden eigenlijk met elkaar afgesproken om eens een goede doelenweekend te organiseren. En met dat initiatief is 8 jaar geleden de eerste spinningmarathon gehouden. Met hoeveel fietsen? In die periode is er met 25 fietsen gegaan. Nu zijn we in 2010. Hoeveel fietsen staan er dit jaar? In eerste instantie hebben we de lat gelegd op 150 fietsen. En daarna hebben we vanwege een speciaal verzoek hebben we er 160 fietsen van gemaakt. Ik sta hier tussen een grote groep kinderen en die hebben tijdens het spinning event ook een speciale rol. En we gaan eens even aan Lex Thuis vragen wat die rol van die kinderen precies is. Lex, ik zie weinig zweet bij jou. Hoe komt dat? Goede conditie. Jarenlang ben ik verbonden bij Tina Hoogendijk als spinninginstructeur. Dus in de loop der jaren bouw je een goede conditie op. Ja. Goed, je bent nu met deze kinderen bezig. De kinderen hebben een speciale rol tijdens het spinning event. Kun je me daar iets over vertellen? Ja, zij gaan zich als kinderen inspannen voor andere kinderen. Ze gaan proberen zeg maar, zoveel mogelijk geld voor het goede doel bij elkaar te verzamelen. In dit geval Villa Joep, neuroblastoom kinderkanker. Ja. Vorig jaar heeft deze groep 12.000 euro bij elkaar gefietst, gespind. Dit jaar zijn er meerdere groepen, heb ik begrepen. Ja, wij hebben zelf in navolging van vorig jaar zoveel enthousiasme meegemaakt dat ik nu zelf met 3 teams bezig ben. En het hele Kids for Kids programma bevat ongeveer 15 kinderfietsen. En hoeveel fietsen zijn er dit jaar voor de kinderen ingeregeld? Er zijn in totaal 15 fietsen bemand door kinderen. 15? 15. En die gaan ook 8 uur lang fietsen? Ja, ieder kind die doet 1 uur. Dus je mag niet verwachten dat ze 8 uur op de fiets gaan zitten. Daar hebben ze de conditie niet voor. Dus ze wisselen om het uur. En dat is een hele inspanning al. Frederik, voor jou de tweede keer dat je meedoet, hè? Ja. Hoe vond je het vorig jaar? Ja, leuk, ja. Heb je veel getraind al? Ja, nou ja, 2 keer volgens mij. 2 uurtjes? Ja. En hoeveel geld gaan jullie ophalen, denk je? Nou, weet ik niet. Ik hoop meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het een groot bedrag, hè? Ja. Hoeveel? 12.500 euro of zo. Oké, nou, fantastisch. En met zoveel zitten jullie in het team? 24. Oké, 3 fietsen. Ja. Nou, succes volgende week, hè? Ja, dank je. Nou, Fleur, als ik zo naar het verzet kijk, dan fiets jij veel makkelijker. Doe je wel echt goed mee? Ja. Ja? Is het jouw eerste keer? Nee, vorig jaar deed ik ook al mee. En heb je tegen heel veel mensen verteld hoe belangrijk het is om mee te doen? Ja, best wel. Ja. En ga je dan ook bij je ooms en tantes langs om geld op te halen? Ja, ik ga vanmiddag de hele wijk rond. De hele wijk rond? Ja. Woon je in een grote wijk? Best wel. Dus je bent lang op pad vanmiddag? Ja. Nou, veel succes met geld ophalen. Dankjewel. Vorig jaar is er 105.000 euro opgehaald voor Villa Joep. Ja. Is dit jaar wederom Villa Joep het goede doel? Ja, Villa Joep is eigenlijk een soort in ons hart gesloten. En dat is ook het mooie van de combinatie op dit moment met de spinningmarathon, georganiseerd vanuit de VES en door Tina Hoogendijk. Is doordat de mensen het verhaal in de afgelopen jaren hebben beleefd. Niet alleen door de mensen die de cheque in ontvangst hebben genomen, maar zoals we vorig jaar ook gezien hebben,
dat er eigenlijk een speciaal momentje gevraagd wordt voor een moeder die op dat moment in het publiek staat, waarvan haar zoon eigenlijk ook leidt aan neuroblastoom. Die was voor een aantal periodes schoon en bleek het net daarvoor de uitslag gekregen te hebben dat hij het dus weer had gekregen. En dan op zo'n moment dan hoor je en zie je de reactie in de zaal. En dan viel Joep qua verhaal niet meer verteld te worden, want je beleeft het. Maart. Wat gebeurt er verder allemaal die dag? Want er wordt gefietst en er wordt geld ingezameld. Maar wat hangt er allemaal omheen? Er komen mensen die zeg maar gek van Zumba zijn. Die gaan een aantal demonstraties geven. Er zijn instructeurs die hebben hun eigen parodisten. Die gaan waarschijnlijk, zoals in het verleden, Tina Turner weer nadoen. Er zijn mensen die liedjes gaan opdragen. Er zijn waarschijnlijk ook mensen die met een band gaan komen. Er worden dansdemonstraties gegeven. Tussendoor wordt er van alles gedaan om de mensen ook een beetje wat extra aandacht te geven. Of extra aandacht te laten geven aan andere dingen dan alleen fietsen. Want als je 8 uur op een fiets zit, dan heb je wel behoefte aan een stukje afwisseling. Het spinnen, een sportief evenement. Maar waar gaat het eigenlijk om? Ja, er zeggen wel eens mensen die zeggen, joh, je stapt op zo'n fiets en je komt eigenlijk nergens. Nou, dat klopt. Je hart komt wel overal. Want het gaat echt tussen minimaal en maximaal. Je calorieënschaal, daar wordt ook aardig wat van afgegeten. Maar het gaat hem eigenlijk om een stuk beleving. Het is de combinatie van muziek, uitdaging. Daarbij zijn er een aantal instructeurs bij Tino Hoogendijk die daar min of meer echt ook een passie van gemaakt hebben. Dus je komt eigenlijk nergens en toch heel ver. Petra, jij bent een van de instructrices. Wat doet een instructrice eigenlijk? Een instructrice die geeft en begeleidt een uur les en wij proberen zoveel mogelijk enthousiasme naar voren te brengen, zoveel mogelijk mensen te instrueren wat ze moeten doen op de fiets, wat ze kunnen doen op de fiets om het met elkaar een feestje te maken. Ja, sommige mensen zitten 8 uur op die fiets. Is dat niet een beetje veel? Nou, het is goed te doen. Ik weet het uit ervaring, maar je moet het wel trainen en je moet het wel opbouwen. Niet in één keer denken van nou, ik heb nog nooit gefietst, ik ga in één keer 8 uur fietsen. Dat is echt pure waanzin. Welke uur kunnen we jou zien? Ik mag het laatste uur en dat is altijd het slotstuk en het klapstuk, dus daar ben ik altijd heel trots op. Het tranentrekkende uur? Altijd, altijd. Het is altijd heel emotioneel aan het einde en het blijft altijd een tranentrekker, want het is voor een goed doel en je weet dan waarvoor je het doet. De mensen die nog twijfelen om te komen kijken, waarom moeten ze komen kijken? Nou, ten eerste is het een hartstikke gezellige sfeer en het is een spektakel en het is gewoon gezelligheid. Er is van alles te winnen en van alles te doen en van alles te zien. Het is gewoon één leuke, gezellige, emotionele dag. En wie is de grootste winnaar aan het eind van de dag? Villa Joep is de grote winnaar en daar doen we het allemaal voor. We hebben u de voorbereidingen laten zien voor het spinning event van 21 maart aanstaande. U bent allemaal van harte welkom aan de Korhoenlaan in Vlaardingen in de nieuwe sporthal. Tot dan!